Ja, we hebben hem al eens een keer getekend, een UFO. Maar vandaag is de internationale UFO-dag. Ik verzin het niet. Maar ik denk, ik doe mijn baret in de vorm van een UFO. En laten we eens een UFO tekenen. Ja. Misschien kunnen we eens variëren met wat UFO's. Doe je mee? Ja, weer UFO-dag. Nou, laten we maar weer een UFO tekenen. De vorige keer hadden we begonnen met een bolletje. Dat doen we nou maar weer. Misschien moeten we eerst even die tekenen van de vorige keer. We hadden er een marsmannetje in zitten, volgens mij. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Zoiets had ik hem getekend, geloof ik. Had ik hier ook nog bolletjes op. Ik weet het eigenlijk niet meer goed. Zo, en ik had hier dan ook nog een landingsgestel onder getekend, zo. En dan zat hier een marsmannetje in. Zoiets was het. Hadden we ook nog antenne op het dak? Ik weet het niet, zou best kunnen. Nou, laten we iets van een gekke antenne doen, zo. Zo'n wifi geval. Nou, een randje geven zo. En we geven hem nog even vliegsnelheid. Zo. Nou, een UFO die voorbij komt. Hè. Kan je nog wat sterretjes op de achtergrond doen? Zo. Nou, zeggen mensen wel, hoe doe jij nou sterretjes tekenen? Nou, je kan het zo doen. Dat is een vrij makkelijke manier. Nou ja, niet de allermakkelijkste manier. Maar je kan ook kijken van... Ik weet niet of jullie bij SpongeBob die zeester kennen. Nou, dat is eigenlijk... Dat is een sterretje. Kijk, een hoofdje. Je maakt er twee armpjes aan. En twee beentjes. En je hebt een hele leuke ster. Voilà. UFO. Ja, laten we nog even een andere UFO tekenen. Pakken even een nieuw papiertje. Dan gaan we nog een andere UFO tekenen. Een UFO. Ja, je ziet ze niet zo vaak, hè. UFO's. Tenminste, ik heb er zelf nog nooit een gezien. Zover ik weet. Maar er zijn mensen die zien regelmatig UFO's. En ja, vaak hebben ze dan toch allerlei vormen of zien ze er anders uit. Vaak wordt het wel gezien als een soort schijf. Met daarin raampjes. Nou ja, die kunnen we ook wel doen zo. We kunnen natuurlijk van allerlei raampjes erin tekenen. Even kijken zo. Ik vind dit een beetje op het Evalion lijken in Eindhoven. Ken je dat? Dat is ook zo'n grote vliegende schotel die midden in het... tenminste daar in de stad staat. Dat is een gebouw, daar kan je in. Het heeft de vorm van een vliegende schotel, zeg maar. Vroeger zat er ook een museum in. Ik weet niet of dat nog zo is. Oké, nog maar één zo'n vakje door. We zetten er een nummer op. Zo, waarom ik dat 21 doe, weet ik niet. Maar, een beetje een space-achtig ding van. Dit zijn raampjes, dus daar kunnen we ook nog wat reflectie in doen, zo. De bovenste rand even wat dikker maken, zodat we daar wat idee hebben van dat er al een schaduw loopt. Die ramen zo, die zijn wat reflectie in die ramen. Zie je, dat kan je ook vrij snel doen, hoor. Dat, komt niet zo heel nauw, maar nog wel herkenbaar zijn als zijn ramen. Ga hier ook nog even een streep of een vlak doen. Nou, misschien zit hier aan de zijkant ook nog een rooster zo. Dan kunnen we hier in het midden ook nog iets maken, zo waar dan inderdaad een landingsgestel uit kan komen.
En laten we deze ook een snelheid geven. Dus even gewoon wat snelheidsstrepen zo. Let erop, om sneller te maken moet iets altijd naar rechts vliegen. Als het naar links vliegt, dat is gewoon optisch, dat is gewoon bedrog natuurlijk. Dan vertraagt dan vertraagt het geheel, zeg maar. Dan gaat hij niet meer snel. Nou, en dit is misschien wel een grote, dit is wel een passagiers-UVO of zo. Hè? Nou, kunnen we weer de sterretjes erbij doen. Kun je ook lekker mee, mee gaan oefenen met die sterretjes. Probeer eens een heel blad vol sterretjes bijvoorbeeld te zetten. Nou, doen we nog een maan bij. Zo. Het krater is op de maan. Zo. Goed. Een maan. Sterretjes. UVO. Verzin zelf is een leuke UVO. Misschien kan je hem scannen en een foto ervan maken en naar me toesturen. Altijd leuk. Misschien laat ik ze dan nog wel eens een keer zien in een video. En voor nu veel tekenplezier en tot morgen.